Ik heb dit hele kasteel omgetoverd tot het gevaarlijkste kasteel ter wereld. En deze kandidaat moet gaan proberen alle kamers te overleven voordat de 1000 euro versnipperd wordt. In deze eerste kamer moet hij uit deze kooi ontsnappen, zodat hij door die deur naar de volgende kamer kan. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, bro. Nou, schiet op dan! Okay. Kom eruit, kom eruit! Hoe dan? Maar je hebt me geen sleutel gegeven, ouders. Ik gebruik heb... die steen, gebruik die steen! Slaan, slaan, halen, halen, halen! Halen. Oh, jee! Rustig! Rustig! Jezus! Dat geld dat buiten hangt zou over 2 uur versnipperd worden. Dus nu heb je nog maar 1 uur en 59 minuten om nog 7 kamers door te komen. Ja. Kom op, go, let's go! Jullie geloven natuurlijk niet dat het ding werkt. Let maar op. Die werkt wel. Hij werkt wel, ja. Als die 1000 euro hierin gaat, dan blijft er niet veel meer van over. Jessin, opschieten! Kom op, Jessin! Maar wat Jessin alleen niet zo leuk vindt, is dat de kamers ook steeds heftiger gaan worden. Hallo. Het enige wat je hoeft te doen, is met deze stok dit hele parcours af te gaan. En dan gaat de deur daarachter open en hoef je er alleen maar heen te lopen. Het enige dat ik je trouwens niet vertel, als je die buis aanraakt, dan gebeurt er nog iets. Dat durf ik niet aan. Doe maar gewoon, dat is niks. Maak hem aan. Maak niks. Ah! Ah! Oh. Tijd loopt zeker al. Ja, tijd loopt zeker al. Precies, ja, precies, precies. Dus ik zou hem niet aanraken, Jessin. Oh mijn god. Oh shit. Heel. Die rode dingen, dat zijn waar ik pauzes kan nemen. 1, 2, 3 pauzes. Jessin, ondertussen wordt langzaam de 1000 euro versnipperd, ja, hè? Ja, precies, precies. Oké, okay, oké. Okay. En je mag... Nee, ik wil dat niemand gaat praten. Je mag altijd stoppen, hè. En nu het bochtje. Oh mijn god, jongens. De spanning is mega hoog. Nee. Oh. Raakte bijna. Let op, Jessin. Ja. Ja! Misschien staat het iets te hard. Ik weet het niet. Oh, nee, je weet het niet. We kunnen misschien nog wel harder. Nee. I don't think so. Oh mijn god, jongen. Mijn hartslag, jongen. Holy shit. Huh? Oh mijn god. Je kon niet iets anders kunnen doen. Je kon niet denken van, oh yes, gaat... Ah! Ik zweer dat je het overtreft. Echt. Het doet zoveel pijn, jongen. Oké. Jessin, dan ga je letterlijk het laatste stuk tegemoet, hè. Als je bij de laatste rode ding bent, gaat deze deur open. Ja, tuurlijk. Oh. Vervelend. Jullie helemaal stuk gaan natuurlijk. Jullie helemaal lachen. Oh, Jessin met een... Pas nou op, niet te veel praten. Let op, jongen. Oh mijn god. Ah! Oh, dat piepje is zo eng. Ja. Ah! Oh, ik raakte hem niet eens. Ja, let's go! Man. Ik heb hem geraakt door jou, vriend. Ik wil door. Ben je benieuwd of het er ook echt in zit? Ja, ik ben wel benieuwd, toch? Want ik wil gewoon eventjes afhalen. Oh, daar zit wel veel in. Zo! Het zit er echt in, hoor. Yeah. Tijd me yes en close is van doorgaan met je geld. Oké. En wat is dit? Ja, als jij zometeen die deur doorloopt, zit daar een jury die jij allemaal moet gaan laten lachen. Dit is echt veel erger. Het is veel erger dan je schat was. We zeiden ook dat het erger zou worden, hè? Kom maar als je er klaar voor bent, joh. Ik ben absoluut niet grappig. Soms ben ik grappig per ongeluk, omdat ik iets doms doe, maar ik kan niet grappig op commando zijn, dus... Jessin is nou dus aan het voorbereiden. Als hij er klaar voor is, komt hij door deze deur richting de jury. Zij wachten niet totdat ik naar buiten kom. Maar ik zit bijna te denken om gewoon hier te blijven. En de jury is heel goed. Suzy, maak eens een grapje. Ik kan wel janken. Ik kan oprecht janken. Misschien ga ik ook janken. Misschien als ik jank, gaan ze stuk. 2 tieten in een envelop. Jezus, oké. Maar ik hoop dat Jessin wel iets beters aankomt. Jezus Christus. Dit geld is niet voor jou, dit is voor Jessin. Ja. Hé, hey, wat dat zag ik. Zo, die haak gaat dan wel echt omlaag volgens mij. Die gaat best wel snel. Jessin moet ook gaan schieten. Oeh. En ik heb het ook koud, dus hij moet ook opschieten. Als je iedereen hebt laten lachen, dan geven ze jou de sleutel die op tafel ligt. Ja, als ik niemand laat lachen... Nee, je kan zo lang mogelijk doorgaan totdat het geld versnipperd is. Waarom is het trouwens weer een varken? Het is de tweede keer dat ik jou zie. Kan jij trouwens op mijn neus drukken, zo snel? Een kleine tap, hele kleine. Ik smeek het je. Heel zachtjes, heel zachtjes.
Ja, ja, Charlotte heeft een lachje. Ja. Oké. Jesse, in de eerste heb je al alleen nog meneer en andere meneer. Deze twee meneer gaan nooit lachen. Je hebt me ook niet veel tijd gegeven om me voor te bereiden. Je hebt alle tijd, maar de 1000 euro wordt gewoon versnipperd. Nee, ik heb dus niet alle tijd. Zeker dat. De tijd tikt, Jesse, de tijd tikt. Bijna, ja, ik begin bijna te lachen. Ja. Je hebt nummer 2, Jesse. Alleen nog de meneer. Ja. Ga eens een dansje doen. Vertel een leuke mop, ga een dansje doen. Maar ik denk het laatste waar deze meneer om gaat lachen is een dansje. Wat is deze man lastig, man. Holy shit. Lach gewoon, please. Lach gewoon, een klein beetje maar. U kijkt me al een uur chagrijnig aan. U hoeft maar een klein beetje te lachen. Een kleine grijns. Please, Cornelissen, ik ben de voornaam even kwijt. Het enige wat ik vraag is dat u een klein beetje gaat lachen om hetgene wat ik doe. Ik hoef alleen maar dat u stuk gaat om hetgene wat ik aan u... Huh? Hij lacht nog steeds niet. Je mag de sleutel pakken. Dankjewel. Deze was veel erger dan die vorige. Er zit helemaal geen sleutel in, dus die sleutel was echt onnodig. Kom op, we gaan door. En omdat deze kamer heel lang duurde, vliegt de tijd toch best snel voorbij. Hij heeft nu nog maar 1 uur en 20 minuten over en hij is niet eens op de helft. Er staan nog 4 kamers op hem te wachten die ook nog eens veel lastiger gaan worden dan de vorige 3. Hallo. Dit is voor jou. In deze ruimte liggen 10 knoppen verstopt. Als jij die alle 10 indrukt, gaat de deur van de lift open. En dan ben je dus door naar de volgende ronde. Oké. Dus ik kan gelijk beginnen, denk ik. Wat Jesse niet weet, is dat hij vanaf 3 kanten beschoten gaat worden door gasten met lasergamegeweren. Oh, dat is toch een beetje serieus. Nou, het loopt niks makkelijk in deze. Oh ja, en als hij 3 keer geraakt wordt, ligt hij er ook nog eens helemaal uit. Helemaal uit het spel. Helemaal uit het spel. Ja, dan heeft hij het allemaal voor niks gedaan. Precies. Deze ruimte is ook echt heel erg groot en heel moeilijk om alle knoppen te gaan vinden. Dus om het hem een beetje makkelijker te maken, ligt er wel een wapen voor hem klaar. Ik weet niet of dit vals spelen is. Hij gebruikt een stoel om zich af te weren. Ik heb er 1, dat is 3. Dat gaat goed. 3 van de 10. Ik heb het wapen, jongens. Ik heb het wapen. Oh, hij heeft er wel 1 af. Hey. Oh, daar is hij. Hey! Hey. Hij weet echt niet wat hij aan het doen is. Oh, ik ben geraakt. Auw. 1 leven nog maar. Okay, ik weet waar die is. En er zit dus een knop op die Sinterklaas of zo. Wat is dat? Dat is 5. Dat is 6. Dat is 7. Dat is 8. Want je hebt nog maar ongeveer 60 minuten. Anders gaat je geld eraan. Dat is 9. De 10e knop. Waar is de 10e knop? Sam, ik mis een 10e knop. Jesse is ook al een keer letterlijk langs deze knop gelopen. Shit, man. Oh, hier! En dat is 10. Dat was het. Hij is allemaal. Oké. Lekker, Jesse. En hij leeft. Hier, die is voor jou. Dankjewel. Deze is voor jou, Suzy. Oh, ik ga met de lift. Ik zie jullie straks. Volgens mij hangt op de helft, hè. Hij wordt echt overgeschieten. Hij gaat het niet halen. Over minder dan een uur is het geld al beneden. En de kamers die nog gaan komen duren heel lang. Behalve deze kamer. Hier kan Jesse meteen doorlopen. Alles goed? Alles gaat goed. Ik weet er niet waarom ik niet naar je kijk. Je mag nu gewoon naar ons toe komen lopen om de deur te openen. En gewoon direct door te gaan naar de volgende kamer. Of... Oh nee, ik moet iets eten. Ik wist het. Ik had al zo'n gevoel. Ik zie de tafel. Voor jou ligt een voordeel en een nadeel. En jij mag kiezen of je erin open wil maken of niet. Oké. Er is dus 50% kans dat ik een voordeel pak. Er is 50% kans dat ik een nadeel pak. En ik kan ervoor kiezen om niks te doen. Ik ga niks doen. Hij gaat niks doen? Echt? Nee, ik loop door. Echt? Ik loop door. Oké. Maar Jesse, voordat je deze deur opent, krijg je dit om je nek. Ja. En zou ik je aanraden je schoenen alvast uit te doen? Oké, nou dat was heel makkelijk. Kostte die niet veel of niet? Dit ziet eruit als een dom zakje, maar het is een decibelmeter. Want in de volgende kamer moet die heel stil gaan zijn. En dat gaat nog best wel lastig worden, want om de volgende deur open te krijgen moet hij dit doolhof op gaan lossen. Maar om daar te komen moet hij door deze muizenvallen heen. Oh, dan moet hij gewoon over 100 muizen van gaan lopen. Oh, maar het doet best goed. Oprecht. Hij gaat er tussendoor. Want als Jesse dus te veel geluid maakt, gaat de deur nooit meer open en heeft hij dus verloren.
Ja, en om een doolhof te maken heeft hij natuurlijk een stift nodig. En die stift ligt in een doos vol met kakkerlakken. Oh, dit is zo goor. Oh mijn god, dat is... Oh, ik denk dat hij 1000 euro niet eens meer wil. En om daar te komen moet hij ook nog over het Lego heen lopen. En dan kan hij nou beginnen aan het enorme, ongelooflijk grote, veelste grote, dik groot doolhof. Het is zo mega groot. Het is ook echt min 5 graden en wij staan echt al bijna 1,5 uur buiten. Ja, veel te lang. Ja, ik wil echt naar binnen. Ja, en het varken zit er ook weer. Wie is dat nou, hè? Ja, dat hoor je wel, ja. Dit deed hij wel echt goed, want ik zou me kapot hebben geschrokken. Precies. Een paar maanden geleden hebben we deze truien uitgebracht en zijn we zelfs bij een paar van jullie de truien langskomen brengen. En dit blijven we gewoon lekker doen. Dus wil je nou zo'n prachtige, perfecte, heerlijke, mooie, warme trui die we ook nog eens langs kunnen komen brengen? Bestel hem dan nu op www.kriekelshop.nl. Bestel! Jessen blijft maar rustig zoeken naar de oplossing van de doolhof, maar op dit moment heeft hij serieus bijna geen tijd meer. Hij is echt al veel te lang bezig met die doolhof. Scheidolof. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo slecht is in een doolhof oplossen. Want hij is nu al bijna 1,5 uur bezig. Oh, ja. Ja, ja, de deur is open. Hij heeft hem. Ja, let's go. Dan is het nu tijd voor de laatste ronde. Want na 6 verschrikkelijke kamers door te komen in dit kasteel, kan Jessen het geld bijna aanraken. Wat nu? Ik heb geen flauw idee. Dat is niet. Echt? Jessen. Zo ja. Kom op, Jessen. Hij is er bijna nu. Als jij door die deur gaat voordat je geld versnipperd wordt, heb je de 1000 euro gewonnen. Maar om de deur open te krijgen, moet hij gaan strijden tegen een speciale gast. Hé, wat is dit? Na elke challenge alleen maar toegekeken te hebben, mag je nu eindelijk iets gaan betekenen. Wie is het varken? Hey! Waarom is Mark een varken? Geen idee. En nu moet Jesse steeds tegen Mark steenpapier schaar gaan spelen. Degene die wint mag een sleutel pakken uit deze bak vol met sleutels. En dan de deur proberen open te doen om het geld te redden. Dus nu ben je mijn tegenstander. Nou, mogen sowieso de beste winnen. Dat ben ik. Hey. Hij gaat weer naar beneden. Oh, oh! Dit zijn sowieso de laatste 15 minuten. Nou heeft Jesse het echt niet lang meer. Oké. Ik denk dat dit de juiste sleutel is. Oh, hij gaat het niet eens proberen. Oké, nu zou het dus oprecht zo kunnen zijn dat Jesse gewoon nooit meer de goede sleutel kan pakken, hè? Oh nee, weer! En weer een sleutel die niet gepakt kan worden. Oké, goed, stop hem erin. Let's go. Derde rondje. Oh ja, oké, Jesse. Pak je dit. Ik probeer deze. Mag ik het gelijk proberen? Misschien is dit er gewoon al meteen, hè? Weet je hoeveel geluk je dan hebt? Dit is. Er is namelijk maar 1 sleutel die op dit staat. Oh mijn god! Oh nee! Oh mijn god! Wat? Het weer zin! Wat? Nee! Ja! Weer zin! Pak je envelop! Oh mijn god, ja jongens! We gaan in 2024 voor elke abonnee 2 cent doneren aan het goede doel. Dus like, abonneer, tot volgende keer! Houdoe! Doei!